Oké, ik wil eens even kijken of ik kan laten zien hoe je een flow maakt, een Microsoft Flow. Dat begint met een Excel spreadsheet die je online moet hebben staan in OneDrive. En die moet er zo uitzien. Laat ik zeggen, die kan er zo uitzien, want je kunt meer of minder kolommen gebruiken. Ik heb een gebruikers-ID, gebruikersnaam, naam gemaakt op de tekst van de tweet. En nu weet je al dat het dus over tweets gaat. Een tweet ID, profiel, afbeelding en nog Power Apps ID. Oké, dat heb ik aangemaakt. Nu ga ik naar flow.microsoft.com. En je ziet dat ik al een paar flows heb aangemaakt. Die staan in mijn stromen. En ik ga een nieuwe aanmaken op basis van een schabloon. En dan ga ik zoeken op tweets sturen naar Excel. Dan moet ik even op meer klikken. Tweets in hashtag. Locatie. Laat ik even zoeken op Twitter, want zo kom ik er niet uit. Twitter. Eens even kijken of dat helpt. Ja. Tweets opslaan in een Excel bestand. Die klik ik aan. Nou moet ik vertellen dat ik al wat koppelingen gemaakt heb naar Excel of naar mijn OneDrive en naar mijn Twitter account. Dat hoor je eerst gedaan te hebben voordat je zo'n flow kunt maken en je ziet dat die koppelingen bij mij al goed staan. Ik kan dus klikken op doorgaan. En nou kom ik in een soort van vraag- en antwoordspel terecht, waarin ik moet aangeven naar welke tweets ik op zoek ben en waar ik die wil opstaan. Ik wil zoeken naar alle tweets met de hashtag KDO365, oftewel kennisdeling Office 365. En nu ga ik aangeven in welk bestand ik die wil opslaan en daarvoor moet ik inderdaad... Hier zie je dus die verbinding met OneDrive voor bedrijven in dit geval. En ik vind gelukkig dat Excel bestand. Oké, die is gevonden. Dan moet ik de tabel hebben. Zo, die is ook gevonden. En kijk, nu kan ik voor ieder item een koppeling maken. En dat doe ik door op meer weergeven te klikken, want dan krijg ik alle mogelijke koppelingen die je kunt maken vanuit Twitter. En ik zoek op de gebruikers ID. Die zet ik daar neer. Ik wil de gebruikersnaam hebben. Die zet ik daar neer. Ik wil de gewone volledige naam hebben. Naam van de gebruiker, die zet ik daar neer. Ik wil de datum hebben waarop de tweet gemaakt is. Even kijken hoor. Gemaakt om, dat is deze. Dan wil ik de tekst van de tweet hebben. Waarom dit nu zo heet, dat weet ik niet. Oh, dat zijn codes voor spaties. Nou, daar trekken we ons even niks van aan. De tekst van de tweet, ja, dat is wel belangrijk. Die willen we ook hebben. Tweet tekst, hè? Tekst van de tweet, ja. Dan wil ik het tweet ID hebben. Dat kan namelijk echt van pas komen. Tweet ID en tenslotte wil ik ook nog de URL hebben naar de profielafbeelding. Zo. Dat zijn ze. Alles staat goed volgens mij en ik kan nu klikken op stroom maken. Dit kan ik verbergen. Oh, wacht even. De weergave naam van de provider stroom. Ah, ik moet hier, ja. Tweets over. Wat zei je? K
KDO365. Opslaan. Ik kan natuurlijk niet twee keer dezelfde naam gebruiken. Tweets over KD, hitje. Nou heb ik het helemaal goed. Stroom maken. Hij gaat de stroom maken. De stroom is gemaakt. Klik op gereed om af te sluiten. Oké. Dus als ik nu naar mijn stromen ga, dan zal hij erbij staan. En dat betekent dat wanneer ik nu een tweet ga plaatsen over kennisdeling Office 365 met die hashtag, dat die in dat bestand terecht moet komen. Nou, dat gaan we natuurlijk even testen. Ik heb zojuist een Microsoft Flow aangemaakt die alle tweets met de hashtag KDO365 automatisch opslaat in een Excel-bestand. Nou, dat twitter ik. En nou weet ik niet hoe snel hij spidert en dat allemaal weet te vinden. Want dan zou het zo moeten zijn dat wanneer ik nu dat Excel-bestand open, die staat hier, dat die tweet erin moet staan. Nou, zo snel zal dat niet gaan. Nee, dat zie je ook. Dat duurt heel even. En dan komt hij daar te staan. Wat ik wel kan laten zien, want ik heb hetzelfde gedaan voor de hashtag onderwijs. Ja, dat is natuurlijk gigantisch, want daar wordt best wel veel gebruikt. En dan zie je dat ik inmiddels al, ik weet niet hoeveel tweets met hashtag onderwijs heb verzameld. En nou ja, de tweet zelf, die kan ik dan in beeld brengen. Maar ik kan ook de tweet ID opzoeken en ik kan bijvoorbeeld naar de foto gaan van degene die de tweet geplaatst heeft. Nou, dit is allemaal informatie die ik op een andere manier weer kan gebruiken. Maar daar gaat misschien een volgende screencast over. Zou die andere er al zijn? Ik ga nog even kijken voor alle zekerheid. Je weet het maar niet. Nee, helaas, hij is nog leeg. Ik denk dat het eens in zoveel tijd gebeurt. Nou, we wachten het af. Bedankt voor het kijken. Tot zover.